Hoi Volgert, laatst hadden wij op onze story hadden we een ECG laten zien, een elektrocardiogram. En daar hadden wij een vraag gesteld van wat zien jullie? En bijna iedereen had het goed, dus klasse. Het was een onderwandinfarct en dat zien we dus inderdaad, dat had ik volgens mij uitgelegd, dat je dan elevaties ziet in 2, 3 en AVF. En aan het tegenoverliggende gebied zie je vaak depressies. Wat wij dan zien aan de patiënt, en dan meld ik dat even via de ABCDE-methode. Nou, de ademweg die is vrij en de B is de breathing. Soms hebben mensen wat last met ademhalen, omdat er zo'n pijn op die thorax zit, dat ze of niet durven te ademen of dat het gewoon pijn doet. Dus soms zie je iets verhoogde ademfrequentie, maar wel met een goede saturatie. We hebben normaal ademgeruis. En eigenlijk doen we niks aan de breathing meestal. Circuitoire zien we dus een afwijkend ECG. Bij sommige infarcten zie je daarbij een wat lagere bloeddruk, waarvoor we dus een infuus moeten prikken. Sowieso bij een infarct prikken we een infuus. Prikken we eigenlijk altijd aan de linkerkant. Omdat als mensen gedotterd worden, dat meestal via de rechterpols gaat. Dus de voorkeur is links. Als het niet anders kan, ja, dan is het niet anders. Dan gaat het rechts. Maar eigenlijk lukt het meestal wel links. Dan geef je mensen bij lage bloeddruk geef je iets wat vulling, niet te veel. Als mensen gewoon goed alert zijn, en dan hoef je eigenlijk niet zo heel veel te vullen. Maar het hart heeft wel iets vulling nodig. Maar dan blijven we eigenlijk bij de C en dan zien we dus een infarct. En wat wij doen is eigenlijk starten wij de behandeling direct. En daar hebben wij de medicijnen voor in de ambulance. Wij kunnen dus niet dotteren, maar we geven eigenlijk bloedverdunnende medicijnen. We geven vaatverwijders en bloedverdunnende medicijnen. En dat zullen we zo laten zien wat dat dan is en hoe we dat dan geven. En wij brengen mensen dus in overleg naar welk centrum het is. Dat is voor ons meestal Arnhem of Zwolle in acute situaties. En dan vragen we of dat er plek is voor een PCI. En die vraag hadden we ook gesteld in een eerder filmpje. Wat is een PCI? Nou, dat is eigenlijk in de volksmond is dat dotteren. En de PCI staat voor percutane coronaire interventie. En wat dat betekent, ze gaan een vat opzoeken in de pols. En dan gaan ze naar de coronaire kijken. Dat zijn de aders bij het hart waar de vernauwing zit. En dat vat gaan ze dan dilateren. Ze gaan ze wat wijder maken en dan plaatsen ze een stent. En dan hopen ze zo dat de vernauwing opgeheven wordt. Dus we starten de behandeling al in de ambulance. En soms zie je dan ook wel dat de klachten verminderen. Ja. En we gaan met spoed naar een interventiecentrum. Dus dat is dus in de D, waar we het dan nog even in die ABCD over hebben, zijn mensen eigenlijk meestal alert. En in de E, wat je eigenlijk nog altijd ziet, dat kan voorkomen dat mensen echt heel misselijk zijn. Ze zien er ook, trouwens dat is ook allemaal nog in je C, ze zien er bleek uit. Ze kunnen er bleek uitzien. Zweten, ze hebben druk op de borst of tussen de schouderbladen. Het straalt naar de keel of naar de linkerarm. Soms hebben mensen een raar gevoel in de bovenbuik. Volgens mij heb ik dan een beetje de verschijnselen genoemd. De meest voorkomende verschijnselen. En soms hebben mensen hele atypische klachten. En dan zie je ook een afwijkend ECG. Maar goed, dan ga je ook naar een PCI-centrum. Ja, en wij kunnen met onze monitor kunnen wij ook een ECG eventueel nog versturen naar het ziekenhuis toe, zodat een cardioloog mee kan kijken bij twijfel. Ja. Dat is wel een voordeel. Het is voor nu alleen nog dat wij met onze monitor alleen binnen Apeldoorn mee kunnen laten kijken, maar er is wel een overleg mogelijk. Ja, tegenwoordig kan het ook naar Zwolle, dus dat is mooi. Naar Zwolle, ja. Arnhem helaas nog niet, maar naar Zwolle kunnen ze wel meekijken. Dus dat is allemaal fijne bijkomstigheden. Ja. Goed, we gaan jullie even laten zien wat wij zoal geven. Ja. Nou, we hebben net verteld over het infarct, dat we de behandeling gaan starten in de ambulance. Ja. En daar willen we jullie iets meer over vertellen. We geven vaatverwijderende medicijnen, maar ook bloedverdunnende medicatie aan mensen met een acuut infarct.
En ja, mensen die hebben heel veel pijn omdat dat, die vernauwing daar zit. Het hart krijgt daardoor zuurstoftekort. Dus die voelen echt, sommigen voelen echt heel veel pijn. En dat kunnen we verhelpen door nitrospray te geven. Dat is een vaatverwijderd medicijn. Dat sprayen we onder de tong. En dat werkt vrij snel. En mocht dat niet helpen, dan kunnen we altijd nog pijnstilling geven via het infuus. En dan hopen we dat de pijn minder wordt. Soms komt het voor dat het stolsel onderweg, dat mensen minder pijn ervaren. En het komt, kan dus komen door die medicatie die we geven. De medicatie die we geven is ASCAL, oftewel acetylsalicylzuur. Dat geven we in een hoge dosering. En we geven Briliek. Dat is in een tabletvorm. En ja, dat is natuurlijk wel lastig als mensen heel misselijk zijn. Maar goed, het is eigenlijk wel noodzakelijk dat je dat krijgt. Daarnaast geven we nog heparine. Dat is ook echt een oplosser. Een trombusoplosser. Dus het kan soms zijn dat mensen geen klachten meer ervaren onderweg. En dat het ECG ook echt veranderd is in positieve zin. Ze gaan er wel altijd nog kijken hoor, met een dotter, om te kijken wat ze kunnen zien of er toch nog een vernauwing zit. We geven Briliek dan tabletjes en we geven ASCAL, die hebben we. Nou, dit is de Briliek. Even twee tabletten van 90 milligram. Ja, en twee tabletjes. Ja. En dan hebben we hier de ASCAL tabletten. Ja, mochten mensen echt heel misselijk zijn, dan kunnen we de ASCAL, want dat zijn 4 tabletjes wat mensen moeten slikken. Kijk, als ze er al 2 binnen hebben van die Briliek, dan ben je al blij. En dan kunnen we de ASCAL nog altijd intraveneus geven. Ja, en dit is dan de IV. Ja, Aspergiek. Aspergiek is een ander woord, ja. Ja. Goed, dus we hebben alle medicatie gegeven. Dat doen we meestal bij de patiënt thuis. En echt in instabiele patiënten, dan leggen we de patiënt snel op de brancard. En dan doen we het aanrijdend. We moeten altijd heel goed aangeven hoe laat alle medicijnen gegeven zijn. Ja. Dat moeten we doorgeven met de overdracht. Dat is van belang. Ja. En dan gaan we met spoed door naar een interventiecentrum. Ja, hadden we de heparine al benoemd. Ja, heparine hebben we benoemd. Dus we hebben allemaal hier in het laadje liggen alle medicaties die we nodig hebben. Dat is de heparine. Dus 5000 eenheden geven we dan. Ja. Oké. Nou goed, we hopen dat deze uitleg leerzaam is geweest, dat jullie er iets van opgestoken hebben. En mochten er nog vragen zijn, dan kun je die altijd even stellen in de chat. Ja. Dan geven we eigenlijk vrij snel antwoord op. En nou, wie weet binnenkort weer een andere casus. En dan hopen we jullie weer te kunnen informeren. Ja, toch allemaal. Doeg.